Hallo allemaal, welkom bij het dagjournaal van de bijzondere mensen van mij. Vandaag staan we in Rotterdam en het regent nog een beetje, dus we gaan gauw naar binnen op deze woongroep. Om daar het filmpje te kijken van vandaag en misschien ook nog te knutselen. Ga je mee? Zo, gelukkig is het hier binnen droog en we mogen binnen gaan kijken om daar het programma te kijken. Loop je mee? Goedemorgen! Goedemorgen. Gezellig dat we vanochtend samen mogen kijken naar de bijzondere mensen tent online. Ja. Ja. Dus dan zijn we eigenlijk met heel Nederland vandaag een beetje kerk. En ook in de bijzondere mensentent. Dat is echt heel leuk. Dat is wel leuk. Ja, hè, dat vind ik ook echt heel leuk. Daar ben ik blij mee. Wat leuk dat we kunnen kijken met elkaar naar de filmpjes van de bijzondere mensentent. En dat we met elkaar mogen knutselen. En het wordt gedaan door heel Nederland heen. We hebben al ontzettend veel inzendingen gekregen. Met foto's en filmpjes van wat jullie aan het doen zijn. Echt heel leuk. We hopen er nog meer te ontvangen, maar zullen we samen kijken naar wat er allemaal ingezonden is? Wat een fijne ochtend hebben we gehad, dat we met elkaar mochten kijken naar het filmpje en dat we zo'n mooie slinger geknutseld hebben. En wil ik ook graag nog met jullie bidden en ook met de punten die jullie aan mij verteld hebben en die zijn ingezonden via de mail. Zullen we dat met elkaar doen? Ja. Lieve Heer Jezus, lieve Heer God, dank u wel. Dank u wel dat we vanochtend met elkaar al een filmpje mochten kijken van de bijzondere mensentent. Dat we gehoord hebben dat de koning, dat God, dat u een feest geeft en dat wij allemaal welkom zijn. Omdat we er allemaal bij horen. En dat het niet uitmaakt of we nou wel netjes met een vorm kunnen eten of niet. Dat we een super mooie kleren hebben of niet, want u geeft ons toch nieuwe kleren. Want u houdt heel veel van ons. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we mochten knutselen vanochtend. Dat er zo'n mooie slinger gemaakt is hier. Wat fijn, wat leuk om dat met elkaar te doen. Fijn ook dat door heel Nederland er al geknutseld is. Dat er al zoveel slingers gemaakt zijn. En er zo vaak al naar het filmpje is gekeken. Want dat is wel een belangrijke boodschap dat u van ons houdt. Heer, dan willen we ook bidden voor dingen die heel dicht bij ons hart liggen. Bijvoorbeeld dat we zo lastig vinden met corona en de mondkapjes. Heer, we willen u bidden dat corona snel weggaat. En dat we geen mondkapje meer op hoeft. Heer, dat het niet meer zo vervelend zit. Daar willen we u voor bidden. En we willen u ook bidden voor deze groep. En dat Vera morgen op deze groep weer mag zijn. Heer, we denken aan onze ouders. En we willen voor onze familie bidden. Heer, wilt u bij hen zijn? Wilt u voor hen zorgen? Want zo dicht als wij u nu voelen, zo wensen we dat ook voor onze familie. Dat zij ook mogen voelen dat u dichtbij ze bent. En als morgen we vieren dat de Heilige Geest komt, dat het vuur in ons hart gaat branden, dat we blij mogen zijn, dat we aan iedereen mogen vertellen dat Jezus, dat u van ons houdt. Dat u zo met ons meegaat en dat u op die manier voor ons allemaal zorgen. Dat vragen we u niet omdat we het verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen.
Wat een fijne dag hebben we met elkaar gehad. Wat leuk dat iedereen heeft meegekeken. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken vandaag. En kijk je dan morgen weer mee naar het dagjournaal?